In ongeveer 2 jaar tijd is in Amstelveen het nieuwe hoofdkantoor van de KLM verrezen. En de verhuizing van Schiphol hierheen is momenteel in zijn laatste fase. De luchtvaart van morgen zal meer nog dan nu reeds het geval is beheerst worden door computers. De KLM heeft in Amstelveen sedert enige tijd al een computercentrum in gebruik, waarin alle vliegtuigbewegingen over de hele wereld, al het vracht- en passagiersvervoer en tal van andere zaken van minuut tot minuut in de geheugens van computers worden gebracht. Elektronische registratie en verwerking van het passagiers- en vrachtaanbod zijn mede geactiveerd doordat de vliegtuigen steeds groter worden. Vooral de komst van de jumbojets, die tot 353 luchtreizigers in 1 keer de oceaan overtillen, heeft de noodzaak van computerverwerking van alle gegevens nog eens extra benadrukt. Wil de luchtvaartmaatschappij zo economisch mogelijk kunnen vliegen, dan moet ze als het ware in 1 oogopslag kunnen zien of er aan boord van haar toestellen nog plaats vrij is. Goedemiddag, u spreekt met KLM. Reservering in de Rietveld. Goedemiddag, juffrouw. U spreekt met een Hollander. Kunt u mij ook zeggen of ik op 14 april nog naar New York kan? U wil naar New York, 14 april. Ga ik eens even voor u kijken wat we hebben dan. Het indrukken van maar een paar toetsen verschaft direct de gewenste informatie. Ja, dan hebben we om 1:15 de Boeing 747 naar New York. En om 5 uur hebben we een DC-8 naar New York, meneer. De gekozen vlucht wordt nu geboekt en samen met alle gegevens van de cliënt in de computer gevoerd. Klas, geweldig. Goed, meneer de Hollander, daar staat u nu gereserveerd. Mag ik even uw initialen noteren? Zo kunnen niet alleen particulieren, maar ook reisbureaus voor individuele of charterreizen telefonisch plaatsen reserveren. In elk KLM-kantoor ter wereld dat op het computernet is aangesloten, kunnen de gegevens direct worden opgevraagd, zodat daar bijvoorbeeld ook de tickets kunnen worden uitgeschreven. In alle kantoren staat daarvoor een identieke apparatuur opgesteld, die rechtstreeks in te prikken is op het computercentrum in Amstelveen. Of dat nu het kantoor is op de hoek van het Leidseplein in Amsterdam, of in het centrum van New York op Fifth Avenue. Daar kan men bijvoorbeeld alweer met enkele vingerbewegingen de passagierslijst opvragen van de KLM-vlucht 641 van 14 april. En binnen enkele seconden verschijnt deze dan compleet op het scherm. Met de heer Den Hollander, die nu uit de anonimiteit van de computer als KLM-passagier tevoorschijn komt. De computer die reizen naar de maan heeft mogelijk gemaakt, zal ook in de luchtvaart een steeds belangrijker plaats innemen. Met vooruitziende blik heeft onze nationale luchtvaartmaatschappij zich van zijn diensten weten te verzekeren.